In Heumen betaal je dit jaar de meeste hondenbelastingen in de regio. Wiegen stijgt landelijk het hardst ten opzichte van vorig jaar. In de regio van RN7 zijn hondenbezitters in Heumen het meeste kwijt aan hondenbelastingen in 2024. Dat blijkt uit cijfers van huisdierenverzekeringen.nl. Wel vraagt Heumen voor de tweede hond hetzelfde bedrag, waar dit in andere gemeenten vaak het dubbele is. Naast Heumen pieken in onze regio ook de gemeenten Druten en Beuningen in de hondenbelasting, met beide afgerond €93. Wiegen laat landelijk de grootste stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Met een toename van 14,4% betaal je daar nu €88,80. In Nijmegen en Bergendal hoef je helemaal geen hondenbelasting te betalen. RN7 heeft de gemeente Heumen, Beuningen en Wiegen om toelichting gevraagd, maar geen van hen willen hierop reageren. De nationale voorleesdagen zijn momenteel in volle gang. Helaas is lezen en leren niet voor iedereen weggelegd, bijvoorbeeld door armoede. Books for Lives uit Nijmegen doet hier iets aan. Zij geven oude boeken een tweede leven door ze voor een zachte prijs te verkopen. De opbrengst gaat vervolgens naar goede doelen, zoals mensenrechten en armoedebestrijding. We hebben extra aandacht besteed aan de nationale voorleesdagen, omdat wij een donatie hebben gekregen, een hele speciale in december, van een bedrijf uit Venlo. Alle medewerkers hebben hun favoriete kinderboeken geschonken aan ons. En we wilden daar iets speciaals mee doen. Dus deze week hebben wij hier een tafel neergezet met kinderboeken. Want alle leeftijden kunnen eigenlijk lezen. We hebben ook verhaaltjesboeken, maar ook gewoon leesboeken waarvan het prettig is dat een ander het voor je voorleest. En die zijn deze week in de aanbieding voor €1 en €2. Dat is inderdaad spotgoedkoop. Wij vinden het belangrijk dat boeken doorgegeven worden en dat de drempel laag is voor mensen en dat de boeken er goed uitzien. Er zijn verschillende redenen om de boeken aan te schaffen. Opa's en oma's die het voor de verjaardagen van hun kleinkinderen kopen, studenten of omdat je gehecht bent aan de boeken en ze zelf wilt hebben. Ik heb 3 leuke versies van de Harry Potter, deel 1, 2 en 3. Die heb ik al heel vaak gelezen hoor, maar de boeken zijn eigenlijk van mijn moeder, dus nu wil ik eigenlijk ook wat voor mezelf. Ja, studenten, maar ook mensen die hier in Nederland zijn komen wonen, tijdelijk. En die ook op zoek zijn naar boeken die het Nederlands nog niet helemaal machtig zijn. En die vinden hier dan vaak hun weg bij de Engelse boeken. De 6 Books for Lives winkels in Nederland steunen samen 2 internationale organisaties. Daarnaast gaat het geld ook naar kleine lokale organisaties. En dat is dan bijvoorbeeld Stichting Gast, de Kleurfabriek, waarbij kinderen ook een uitje kunnen krijgen. Of een project in Nepal, wat door iemand in Nijmegen is opgezet. En dat gaat altijd om iets kleinschaligs, zodat een bedrag van €1500 ook echt iets betekent. We zitten natuurlijk een beetje verscholen, omdat we de huur zo laag mogelijk willen houden. We kunnen niet in een winkelpand gaan zitten in de Mariekenstraat. Zou leuk zijn, maar dat kunnen we niet betalen. Dus als mensen tevreden naar buiten gaan en we daarmee goede doelen kunnen dienen, dan zijn we heel blij. De geldverspilling in de gemeente West-Maas en Waal door het tekenen van een contract voor opvanglocaties voor Oekraïners, die vervolgens weer werden geschrapt, krijgt nog een staartje. Donderdagavond heeft het college van deze gemeente namelijk een motie van afkeuring en een motie van treurnis ontvangen vanuit de gemeenteraad. Wethouder Marieke van den Boom laat weten dat het college zich dit aantrekt. Zij belooft op 22 februari, een week voor de volgende raadsvergadering, te laten weten waar ze staan en mogelijke oplossingen aan te dragen. Voor de Nijmeegse Stadsschouwburg staat er een grondige opknapbeurt op de agenda. In de zomer van volgend jaar zal de Schouwburg de deuren sluiten voor een periode van 2 jaar. In die tijd worden problemen opgelost als vallend beton, lekkende buizen, wateroverlast en rioolgeuren. Het 63-jarige Rijksmonument rammelt aan alle kanten. In 2022 werd de theatertechniek al onder handen genomen. Nu is het dus tijd voor een grote renovatie. De Schouwburg is nog bezig met het regelen van alternatieve locaties voor hun programmering. Een deel zal in de vereniging terecht kunnen. Nog een goede week en dan is het Nijmeegs Museum Kam weer te bezoeken. Na een periode van renovatie opent het archeologisch depot op zondag 4 februari weer haar deuren voor rondleidingen.
En in uurtijd kun je je vragen kwijt over collectiestukken, de verduurzaming en kleine details. We nemen vandaag alvast een voorproefje. Museum Kam is het archeologisch depot van het Valkhof Museum, waar momenteel vooral veel typisch Nijmeegs werk te vinden is. Nou, dit onderzoekscentrum is voor de hele archeologie van de provincie Gelderland. Maar wat er nu te zien is, is vooral Romeinse tijd, dus materiaal uit de Romeinse tijd. En nu kun je in de hal al heel veel Romeinse aardewerk zien. En op de galerij hebben we een selectie van grafvelden, dus graven uit Romeinse grafvelden van Nijmegen, in de vitrines gelegd. Dus mensen die interesse hebben in de Romeinse geschiedenis, maar ook in het gebouw van Museum Kam, die zijn van harte welkom. De provincie heeft het gebouw ook laten verduurzamen, waardoor het pand weer helemaal van deze tijd is. De provincie die is eigenaar van dit gebouw en die heeft het inderdaad laten verbouwen, verduurzamen en ook toegankelijker maken. Om het straks als archeologisch onderzoekscentrum aan te kunnen bieden aan de mensen die er gebruik van willen maken. En dat gaan we hopelijk binnenkort doen. We zijn nog bezig met inrichten, dus het is nog niet helemaal klaar. Maar we zijn al zo blij met wat er staat, dat we binnenkort rondleidingen kunnen gaan aanbieden. We beginnen in februari en het is op afspraak, dus je moet je wel aanmelden van tevoren. Ik heb begrepen dat er veel interesse is, dus hou er rekening mee dat het misschien niet meteen lukt. Maar vanaf februari kunnen mensen dus een rondleiding volgen. Tijdens de rondleiding is er vooral Romeins aardewerk te zien en hier wordt ook van alles over verteld. Nou, voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Romeinse tijd en het materiaal is het heel bijzonder om hier te komen kijken. Want er zijn maar weinig plekken waar je zoveel Romeinse aardewerk en vooral complete stukken kan zien. Daarnaast is het gebouw ook heel bijzonder. De verbouwing heeft een lange tijd geduurd en is nog steeds niet helemaal klaar. Het heeft best wel wat voeten in de aarde om zo'n gebouw weer helemaal in te richten. Het moest natuurlijk helemaal leeg voor de verbouwing en dat gaat niet altijd even snel als we wel zouden willen. Dus we kunnen nu gefaseerd open. En een tussenstap is dus die rondleidingen. En later kunnen we echt volledig open. Maar we zijn dus nog bezig. Last van veel stress? Wil je je woede kwijt of wil je gewoon er lekker op losgaan? Vandaag is er in Nijmegen een van de weinige rage rooms in het land geopend. Onder de klanken van klassieke muziek en hard gebonk kun je met een breekijzer of zware hamer een kamer vol spullen tot de grond toe afbreken. Bierflesjes, computerschermen, stoelen, alles kan kapot. Ja, een rage room die hebben we hier en dat is een kamer die wij vullen met glazen flessen, verschillende apparaten en een meubelstuk. En dan kan je met je vrienden, familie, bedrijfsuitje, teamuitje, kan je hier langskomen en heel alles gewoon slopen zonder schuldgevoel en op een veilige manier. Maar waarom iemand nou naar zo'n rage room toe zou gaan? Dat je hier gewoon alles kapot kan slaan zonder dat je daar enige zorgen aan hebt. Ik bedoel, ja, als je thuis alles kapot gaat slaan, dan zit je met een groot zooitje. En hier kan je gewoon lekker losgaan. Iets doen wat je eigenlijk altijd al gewild had, maar misschien niet mocht. En dat kan hier wel. Ik kon goed je woede kwijt. Ja, was ook wel even nodig. We waren er allemaal wel klaar mee. Ja, dat was nodig. Nee, het is echt top als je even je energie wil laten gaan en je hoeft even nergens aan te denken. Dus dat is echt top. Het is heel leuk, al dat slopen, maar ze moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat alles veilig verloopt. Achter mij hebben wij beschermende pakken, maskers, handschoenen. Op die manier ook gehoorbescherming voor de mensen die dat willen. Op die manier proberen we zo veilig mogelijk bezig te zijn. Op een paar kleine maar dat ligt aan ons, denk ik. Ja, we zijn gewoon een beetje onhandig. Ja, ik denk dat het is. Maar het was wel de moeite waard. Ja, voel je nu een vermindering van stress en woede? Boah, dat is een goeie. Ja, ik voel nu nog steeds even niks. Een beetje adrenaline nu. Ja, ik denk maar, het wel. Maar ja, wel echt een beetje opgegroeid worden wie je kwijt bent. Het is wel een opluchting, ja. Ja. Ik zou het wel aanraden, zeker, ja. Het is een van de weinige rage rooms in Nederland. Toch is er iets wat Smash It in Nijmegen onderscheidt van de rest. Daar zijn wij dan weer, naar mijn weten, wel de enige van in Nederland. Dus dat wij ook op locatie komen bij bedrijven. Wij zetten dan een zeecontainer neer, of meerdere. Ligt eraan hoe groot het bedrijfsfeestje is. En dan kunnen mensen kunnen daarin roleren. En dan heb je eigenlijk een rage room op locatie. En dat is tot nu toe heel erg goed gegaan. Er wordt goed gekeken naar welke spullen ze gebruiken voor de rage rooms. We proberen zo duurzaam mogelijk bezig te zijn. We slopen alleen spullen die echt bestemd zijn om al weggegooid te worden. We gaan geen nieuwe spullen slopen. Dat is natuurlijk zonde. We werken samen met kringloopwinkels, ontruimingsbedrijven. En proberen nou ook een beetje een naam te maken In de omgeving, dat mensen ook naar ons toe kunnen brengen om hun spullen weg te geven die ze eigenlijk al van plan waren om weg te gooien. Zo heeft het op die manier nog een keer. Kunnen mensen nog één keer echt goed plezier van hebben en dan scheiden wij het uit en wordt het weer weggegooid. Ja, het is wel echt heel leuk om te doen. Ja. Wow.
Ja, dan kijken we weer even naar de sociale media van vandaag. Het Radboud UMC laat zien hoe twee kinderlongartsen een gastles geven op het Canisius College over de risico's en de gevolgen van vapen. Vapen lijkt namelijk vaak onschuldig, maar alles wijst erop dat het net zo schadelijk als roken is en zelfs nog verslavender. Gemeente Beuningen meldt dat inwoners vanaf nu hard plastic voorwerpen gratis kunnen inleveren bij de gemeentewerf. De reden hierachter is dat het in het verleden vaak gebeurde dat deze producten bij plastic plus afval werden gegooid. Alleen plastic verpakkingsmateriaal, blik en pak horen thuis bij plastic plus. Alle andere voorwerpen, zoals tuinmeubels, plastic dozen, kratten, speelgoed en bloempotten, horen in de container voor hard plastic. En de Jumbo aan de Veningshof in Nijmegen heeft online heel wat stof doen opwaaien. Gisteren besloot de supermarkt na een stroomstoring om alle gekoelde en bevroren producten weg te gooien. De actie haalde zelfs het landelijke nieuws, maar kon online op veel kritiek rekenen. Veel mensen begrepen niet waarom de winkel de producten niet gewoon weggaf of doneerde aan de voedselbank. Het betreffende Jumbo-filiaal wilde niet op de actie reageren. Nadat de vrijdag nog vrij nat van start ging, werd het in de loop van de dag steeds meer plaatsen droog. Vanavond en vannacht blijft het ook rustig weer en trekt de lucht open. De nacht zal helder verlopen, waardoor het kwik ook nog even zal gaan zakken rond het vriespunt. Morgen start even fris. Maar vervolgens krijgen we met een prima zaterdag te maken. Met volop zon en de temperatuur morgen komt uit op zo'n 8 graden. Ook zondag is er weinig verandering te melden. Er is een mix van wolken en zon en het blijft droog. In de nieuwe week houdt het droge en zachte winterweer nog even aan, maar verderop in de week zal de neerslagkans weer verder gaan toenemen. Tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 26 januari. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update met daarin de nieuwe speler van NEC, Cheron Cherry. En we blikken vooruit op de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles van zondagmiddag. Wij zijn er maandag weer en dan zie je onder meer het verslag van het allereerste WK Nimwees Lullen dat dit weekend plaatsvindt in Café Het Haantje. Alvast een heel fijn weekend en tot dan!